Je ziet het, iedereen is weer een beetje blijer. Iedereen denkt, yes, er gaat weer van alles open. Maar voor hoe lang? We weten het niet. Maar reageren wij nou iedere keer echt op die omstandigheden, hoe de situatie is? Of hebben we ondertussen geleerd dat we, nou ja, gewoon moeten leven? En belangrijk in dat stukje van gewoon leven is dat wij als mens zijn het gemiddelde van de 5 mensen waar we dichtbij staan, waar we veel mee omgaan. En dan is het goed, zeker in deze tijd, waar toch veel angst verspreid wordt, om te kijken wie zijn nou die 5 mensen dicht om me heen waar ik mee omga. Ga ik dan met angstige hazen om? Of blijf ik in mijn kracht? Laat ik me daar niet door beïnvloeden? Met wie ga ik eigenlijk om? Want jij bent het gemiddelde van de 5 mensen waar jij mee omgaat. Waar je het meest mee omgaat. Het is leuk om weer eens te checken. Want onze energie kan direct veranderen als we hier veranderen. Dan laat zich dat gelijk zien aan de buitenkant. Dat is het mooie ervan.